Het instellen van een mailhandtekening in Gmail is makkelijker dan je denkt. In deze video laat ik je zien welke stap je moet nemen om die handtekening in te stellen. Allereerst ga je naar Gmail toe, en dat doe je via je browser, en dan ga je naar mail.google.com. Daarna klik je rechtsboven op het tandwieltje en selecteer je alle instellingen bekijken. Je scrolt vervolgens naar beneden, totdat je de optie handtekeningen ziet. Dat staat ergens bijna onderaan. Je ziet dat Paul nog geen handtekening heeft ingesteld, dus laten we er snel veranderingen brengen door op nieuwe aanmaken te klikken. Vervolgens kun je het een uh, standaard naam geven en uh, ja, ja, handtekening voorzien van een titel en uh, je naam en eventueel nog een logo. Dus laten we dat gelijk even doen. Ik uh, vul naar uh, hartelijke goed uh, Paul uh, namens Pepx Benelux. En als ik wil kan ik Pepx Benelux nog even een kleurtje geven, bijvoorbeeld groen. Zo, en uh, Paul mag ook wel dik gedrukt, Even toe nog zeggen, nou, informatiespecialist. En um, om nu een logo toe te voegen, zou ik je willen vragen om dat niet te kopiëren en te plakken van een website. Want dan refereer je in elke mail die je stuurt naar die website. En dat kan er dus toe leiden dat jouw mail wordt gezien als spam. Maar voeg die afbeelding rechtstreeks toe vanuit Google Drive. En ik laat je nu zien hoe dat werkt. Je klikt op afbeelding invoegen. Daarna kun je zoeken op mijn drive naar um, het logo. Of een logo uploaden die je net op je computer hebt. Gedownload of die ergens op je computer hebt staan. Dus ik kijk even bij downloads en dan zie ik het logo van Pepik staan. Nou, die ga ik gelijk even uploaden. En daarna klik ik op um, formaat klein of medium. Om een beetje op formaat te krijgen in het mailbericht. Nou, en nu heb je gezien hoe je dus zo'n foto toevoegt uh, zonder dat je mail ge gemarkeerd wordt als spam. Dat is heel belangrijk. Um, en vervolgens kan ik hier selecteren dat telkens als ik namens Paul een mail stuur. Kijk, Paul die heeft ook nog een alias, administratie. En dan zou ik voor kunnen kiezen dat als je mailt namens administratie. je een andere handtekening instelt. Nou, we gaan even de handtekening voor Paul instellen. Dus ik klik bij handtekening op standaard. En uh, voor het gebruik bij het beantwoorden van mails. kies ik er ook voor om de standaard handtekening te gebruiken. En dan wil ik meegeven om deze optie. Uh, altijd in te schakelen. Want anders krijg je van zo'n zo raar uh, twee van die rare streepjes voor je handtekening. Nergens goed voor. Er zijn uh, mailsystemen die je handtekening dan uit kunnen filteren doordat je die twee streepjes ervoor zet. Maar eerlijk is eerlijk, het ziet er niet uit. Nou, dus uh, dat ga ik nu opslaan. En vervolgens als Paul nu een mail composeert dan zie je inderdaad dat die handtekening standaard hier tevoorschijn komt. Nou, als Paul nu namens administratie mailt, dan zie je inderdaad dat er geen handtekening is ingesteld. Paul heeft namelijk een alias waar we ook nog een handtekening voor kunnen instellen. Via diezelfde instellingen zou ik een tweede handtekening kunnen toevoegen. Die noem ik administratie. En dan zeg ik zonder gegroet uh, Paul. Administratie. Publix, Benelux. En dan kun je eventueel nog uh, opnieuw een kleurtje en een logo toevoegen zodat je de handtekening een beetje conform de huisstijl hebt geïngevoegd. En dan zou ik het oog kunnen selecteren dat ik net heb geüpload. en vervolgens weer kunnen uh, instellen op het formaat medium en dan hierbij uh, de instellingen voor de handtekening van administratie N kunnen selecteren dat altijd de handtekening van administratie wordt toegepast. En als ik dan nu op opslaan klik en ik ga de muur opstellen, je ziet dat hier uh, in de administratie staat en hier informatiespecialist. Dus dat was even een vogelvlucht hoe je ook meerdere handtekeningen kunt toevoegen en per alias kunnen toekennen. Um, maar je hebt nu dus in ieder geval gezien hoe je een handtekening kunt toevoegen, kunt voorzien van een foto en hoe je hem instelt bij elke alias die je hebt. Nou, vond je deze video nou leuk, nuttig of leerzaam? Laat dan een duimpje omhoog achter. Mocht je een vraag hebben, stuur dan een bericht naar het telefoonnummer hiernaast. Of laat een reactie achter in de comments. En anders wens ik je nog een fijne dag. Succes!